De Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, zal in verband met de herdenking van 128 jaar Javaanse immigratie culturele activiteiten organiseren. De VHJI is 34 jaar geleden opgericht met als doel de immigratie van de Javanen te herdenken. Volgens Alwin Atmodimejo, voorzitter van de vereniging, wordt naast de herdenking ook gekeken naar hoe de Javanen zich hebben ontwikkeld in Suriname sinds 1890. De vereniging doelt daarom ook op educatie en zakelijke ontwikkeling voor de doelgroep, zegt Atmodimejo. Dit jaar hebben we de herdenking en de activiteiten van Javaanse immigratie, welke is op 9 augustus gebracht in het licht van businessontwikkeling en economische groei voor de doelgroep. We hebben als thema gekozen de VEP, waarvoor we u zo direct meer informatie zullen geven. En de VEP staat voor VHJI Entrepreneursbeurs. We willen met onze identiteit, onze scholing, kennis en kunde jonge en startende ondernemers helpen om hun diensten en hun producten tentoon te stellen, bekend te maken aan het Surinaamse publiek en een push geven om zich verder te gaan ontwikkelen. Dit jaar zal het programma zijn in de periode van 8 tot en met 12 augustus. De voorzitter benadrukt waarom de vereniging ervoor heeft gekozen om de activiteiten op 8 augustus te laten aanvangen. Om twee redenen. 9 augustus is een nationale vrije dag. En in de afgelopen decennia, afgelopen jaren, hebben wij meegemaakt dat op 9 augustus we de traditionele kranslegging hebben bij het monument. En dat begint altijd om 9 uur 's morgens. Maar u voelt op uw klomp al aan dat 9 uur 's morgens op een vrije dag voor de Surinamers gewoon niet haalbaar is. Er weinig belangstelling is vanuit de gemeenschap om dit mee te maken. Wat op zich niet zo erg is. Wat wij hebben gedaan is te kijken naar wat de traditie is van de Javanen. En de traditie van de Javanen is dat wanneer we een grote dag hebben, of het nou een verjaardag is of een bruiloft, dat de avond ervoor altijd heel erg belangrijk is. De avond ervoor komen de familieleden, de buren, vrienden bij elkaar om te vieren dat morgen een grote dag is. En dat gebeurt meestal met een slametan, dus een dankdienst of een vreugdeuiting. En die traditie hebben wij 2 jaar geleden overgenomen, vast overgenomen, want het is al gebeurd in het verleden. Maar we hebben nu vastgesteld dat we de grote dag van de kranslegging en de toespraken op de avond voor 9 augustus, dus de avond voor Javaanse herdenking, emigratie, op 8 augustus plaatsvindt, dus aan de vooravond. Alwin Atmodimejo, hij is voorzitter van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI. Hij sprak vanmorgen tijdens een persconferentie over de activiteiten die de vereniging in verband met de herdenking van 128 jaar Javaanse immigratie organiseert.